Fresco dan. Het zijn zware jaren geweest voor artiesten zoals Fresco. Lange tijd konden ze niet optreden vanwege de coronamaatregelen. En dus kon dit niet gebeuren. Er is hier één man die met tranen in zijn ogen naar deze beelden zit te kijken, en dat is Fresco. Ik mis het heel erg. Ik mis het echt heel erg. En ik heb dit ook heel vaak zitten kijken. Ik heb echt vaak, soms heb ik het echt nodig, weet je wel. Gewoon even. Ik denk dat ik ook wel de afgelopen jaren een beetje heb gemerkt van, ook al maak je iets niet mee, je kan je mind wel ergens krijgen. En dat toch meenemen, die enthousiasme daarvan meenemen. En deze beelden, die hielpen me wel. Maar je hebt niet de geur van de zaal. Hoe je dan in het publiek springt, gedragen worden door de mensen. Ja, dat moet toch heel speciaal zijn? Dat is heel speciaal. Ik denk stage diving wordt altijd gezien als iets heel lomps. Of, weet je, maar stage diving is het ultieme vertrouwen. Weet je wel? Namelijk gewoon, ik spring onaangekondigd en jullie laten me... Jullie laten me gewoon, hoe ik jullie vertrouw... ook laten zien dat dat zo is. Ze laten je niet vallen. Ja, ze laten me letterlijk niet vallen. Ook al is dat ook wel eens gebeurd. Oh, toch wel, ja. Ik mond er ook nog. Maar dat moet ook gewoon, dat is ook leuk. Maar, maar nu kun je weer optreden en nou doe je het niet. Nee, want voor mij, er is niks anders, weet je wel. Mensen, er is nou een term bedacht, weigerartiest. Terwijl ik heb niks geweigerd. Er wordt mij geweigerd om dit te doen. Namelijk... Ik heb altijd gezegd, sinds dag 1 corona, heb ik gezegd, ik wil pas weer in de volle glorie gaan toeren. Voor mij is niks veranderd. Het enige is dat er nu andere opties zijn. Maar het is toch een kleinigheidje even je code laten zien en dan ga je die zaal binnen en heb je feest. Niet voor iedereen. Nee? Want als het voor iedereen was, dan zou ik ook niet heel veel mensen die een kaartje hebben gekocht uitsluiten door daarvoor te kiezen. Ja. Dus... het is zelf wel jouw keuze om niet te doen. Krijg je veel reacties op? Heel veel positieve reacties. Heel veel reacties die toch een beetje het niet snappen. Omdat ze denken van het is toch zoiets kleins of zo. Voor mij is het niet zo klein. Mm. Weet je wel? En dat is persoonlijk. Maar voor mij is het niet zo klein. Het is niet heel klein voor mij om iedere keer... om maar een klein voorbeeld te geven. Ik doe soms 3 klussen op een dag. In die tijd dat het volledig was met alles testen, noem maar op. Dan moest je per klus weer op een andere locatie gaan testen. Mm-hmm. Dus dan liep je geld mis omdat je er maar 1, max 2 kon doen. Want je gaat op deze locatie testen, dan daar je werk doen, dan weer op die locatie testen, dan weer daar. Dus je komt niet eens aan je derde klus toe. Jij wacht je tijd af, Fresco. Ja, maar het is gewoon... voor mij zijn dit gewoon systemen die niet heel goed werken. En al helemaal niet binnen mijn branche. Mm. En dan heb ik het nog puur over, denk ik, het praktische ervan. Terwijl er voor mij ook sommige dingen ook moreel gewoon niet aan deugen. Ja. Mm. Al met al heb je 1,5-2 jaar in je eigen cirkeltje kunnen leven. In je eigen bubbel. Je hebt wel eens gezegd... Ik zoek de rode draad in mijn leven. Heb je die nu gevonden? Je hebt de tijd gehad, hè? Rode draad. Ik ben 35. Als ik nou mijn rode draad heb, dan wordt het wel heel saai de rest van de rit. Dinsdag wordt hij 35, op de dag dat zijn album uitkomt. Ja, zeker. Dus, maar een ding wat ik nou wel echt vind, is... ik merk het ook in vandaag aan tafel weer, weet je. Dingen als manifestatiekracht, dingen als intuïtie, weet je wel, zijn dingen die voor mij altijd heel soort van zweverig voelden. En voor het eerst, omdat ik denk ik na 12 jaar alleen maar geknald te hebben en werken, dat ik nou ook merk van, ik heb in een situatie gezeten dat ik ga luisteren naar dat soort stemmen. Is daardoor je nieuwe cd ook anders van toon? Absoluut, ja. Ik bedoel, de plaat in de lucht is voor mij letterlijk intuïtie ook. Gewoon van... je voelt het hangen in de lucht. Je weet niet precies wat het is, maar je moet er wel naar luisteren. Alleen al die titel van die single, hè? Dankbaar. Ja.
Vind ik eigenlijk helemaal niks voor een rapper. Dan nee, maar. Ja. Die zijn altijd boos, toch? Ja, maar, ja dat weet ik niet. Dan moet je meer hip-hop luisteren. Ja, dat maar. Is ongetwijfeld waar. Maar toch zit er altijd wel een soort van protestachtige ondergrond ook vaak noodzaak. Noodzaak, ja. Denk ik. Ja. Ik denk, hip-hop is niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. Waar zelfs een journalist vaak toch genuanceerd moet zijn. Of in ieder geval de schijn van nuance moet hebben. Dankbaar. Hoeven wij dat niet. Dankbaar. Ja. Er is zoveel om dank voor. Weet je wat het ding is? Als je zeg maar rijkdom anders gaat wegen dan alleen maar cijfers, financiële dingen, buitenkant. Ja, kijk dit. Ja, nou ja, dankbaar. Is dat dankbaar? Ik maak niet uit welk bedrag jij mij geeft. Deze drie mensen die daar om me heen staan, mijn kinderen. Zo, ik moet hier kijken. Deze drie mensen, het maakt niet uit welk bedrag je me wilt geven. Ik zou ze niet ruilen, weet je wel. Dus dat maakt mij per definitie in mijn hart de meest rijke persoon. We hebben de rode draad te pakken, denk ik. Ik denk, ja, wat dit betreft wel. Ja. Zeker, ja. Ja, man. Ja, en die dankbaarheid, die mogen we ook wel voelen. Dan. Sterker nog, ik denk dat echt wel, als iets moet, dan is dat het wel. Ja. We moeten dat ook aan onszelf geven, weet je wel. Ja. Als je iedere dag opstaat en maar zucht van, oh, we moeten weer. Maar niet kijken van, oh, maar we hebben dit en we hebben dat. Mag ik vragen hoe het met de gezondheid van je zoontje is? Het gaat heel goed. Het gaat goed? Ja, ik krijg iedere dag zijn medicijntjes op tijd. En het is een hartstikke vrolijk kind. En als je hem zo ziet, dan zou je niet denken dat hij ziek is. Ja, ja, want hij werd geboren en toen was het nodig aan de hand. Hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is een turbulente tijd geweest. Fresco, jij bent een rapper die zichzelf niet altijd even serieus neemt. Je bent... Weet ik niet. Ja, ik denk dat ik zelfs in mijn grappen stiekem heel veel noodzaak zet. Soms is het nodig om het met een beetje humor te doen. Nou, laten we eens een klein beetje humor, maar dan wel een heel klein... Nee, eigenlijk heel veel. Heel veel. Let's go. Let's go. Een fragment uit Downtown. Dat is een nieuwe webserie van BNN-Vara met Fresco en Henry van Loon. Weet je wat ik hoop? Dat we niet nu ineens... gestoord worden. Game on, lil dick. Ik was op de mens downtown. Om mezelf tegen scooters is ik bouw down. Red op jongens en gefloten is lil bouw down. Voor allemaal poppen ga je niks nog een shout-out. Ik voel me echt down. Ja, ik ook. Ik ook. Voor alle duidelijkheid, het speelt in een stadje waar iedereen het syndroom van down heeft, volgens mij. Ja, iedereen behalve ik en Henry van Loon. En, maar wij zijn eigenlijk de domste van het stadje. En de dorpelingen die proberen ons met alles te helpen, maar we zijn gewoon hartstikke koppig. En, dit moet heel leuk zijn om te maken. Het is heel leuk. Ik heb zoveel gelachen. Het is echt absurd. Dus, ja, ik kan er ook niks. Ik kan er niks zinnigs over vertellen. Dat is omdat het totaal nergens om gaat. Dat maakt het super leuk. Dat maakt het super leuk. Het was op een gegeven moment word je zo melig. En het mooie is, we mochten het ook allemaal weer erin meenemen. Dus iedere keer als we weer een idee hadden van ja, maar dit zou nog over de top gaan. Dan weet je, doe gewoon. Draai gewoon en kijk of het gebeurt. En weet je, zoveel takes die eigenlijk fout gingen, maar uiteindelijk juist in de aflevering zijn gekomen. Ja. Ja, ik wil heel graag nog een stukje rap van jou laten horen. Van dankbaar. We worden net een soort refreintje. Nu even de rap daar naartoe. Dan hebben we toch dat nog even te pakken. Ja. Even kijken. Iedereen kan vallen, bro. Maar waarop het neerkomt, is ga je weer staan. Los van hoe je neerkomt, kan je het telkens weer staan. Telkens als het weer komt, hou je het echte keer vol. Als een echte kerel, keer de rollen om in deze omgekeerde wereld. Blijf die bal terugkaatsen, telkens als het weer rolt. Ik deel mijn lessen en je denkt je kent mijn leer. School, ey, ik kan niet beschrijven wat ik weer stond. Of hoe vaak ik ben gevallen en ik weer stond. Hoeveel man ik heb verwijderd uit mijn cirkel. Stank van dank daar, die dingen worden standaard. Maar ben alsnog zo dankbaar. Ja, jij kneedt de taal waar je bij staat. Hè? Dat is mooi om te horen. Hè? Dat is, Je pakt wel de kern. Dank jullie wel. Zijn dat nou dingen die je afgelopen 2 jaar zo hebt geschreven, allemaal opgespaard had? Ik heb deze plaat in zo goed als 2 weken gemaakt, zeg maar, de basis, 90% ervan. Ik had ook echt niet het idee dat ik geïnspireerd was. Wat heel grappig is, omdat ik zat eigenlijk met een van mijn lievelingszanger, 2 van mijn lievelingsproducers. En ineens gebeurde het. Ja, ik moet jou afronden. Mensen moeten maar gaan luisteren, hè, dinsdag. Vanaf dinsdag. Moet.